Jensen zijn uit de selectie gezet. Disciplinair. Zij zijn er dus weggeeft. Wordt wat levendiger. Ja, dat is een aardige statistiek. Maar zoals gezegd, al heel lastig aangespeeld. Natuurlijk mist de NEC. Vorig jaar ging het in Nijmegen lopen toen hij een lange tijd fit was. Verdonk. Hand. Als er allemaal hand was. Tegen Strijk en aanvallend op zich. Dat is Valerius. Oude Jan naar Verdonk. Niet altijd veel tempo in het spel. Hoeft naar Verdonk. Moet Almarsson een sprint maken. Om de opbouw van NEC weer te verstoren. Meijer staat zich in zijn coachvak behoorlijk op te winden over het spel van zijn ploeg tot nu toe. Dit ziet er wat beter uit met Verdonk. Oude Jan. Zo waren de eerste hoek. 16 meter gebied en Fernandes aan de bal. Versnelling van de jongeling. Daarachter nog Verdonk. Voorzetje van Verdonk richting de tweede paal waar Ogawa positie had gekozen. Helemaal vrij daar Ogawa. Voorzet van Verdonk komt niet aan. Ogawa. Schön. Remmel, kruid voor Ogawa. Verdonk. Helemaal alleen en dan lopen we hier. Complete blubber, zonder dat het al te veel zin heeft. Verdonk heeft een oversteek kunnen maken. Oude Jan. Rechterkant achtervolgd door Oude Jan. Valerius opgevangen door Verdonk. Het is een vrije schop voor NAC Breda. En de eerste gele kaart van de wedstrijd. Verdonk. De trap van de NEC-doelman. Almarsson. Gaat hem niet langs Verdonk. Ook een vrij schop spectaculair binnen. Schöne. Tweede seizoen NAC. Kieselhard op de bal. Daarachter nog Verdonk die nu in bal is gekomen. Ook een slag. Draait eigenlijk de verkeerde kant op. Krijgt dan een behoorlijke beuk. Ja, dan, vol op de. Ja, die gaat eraf met rood. Want er wordt uitgelegd als naschoppen. Nu realiseert wat hij gedaan heeft. Zijn elftal namelijk zwaar duperen met zo'n actie. Verdonk. Dan wacht NAC Breda een kwartiertje in de overlevingsstand. Dan is de vraag. Ja, moet de scheidsrechter dan misschien niet slim zijn en dat applausje om daar geen tweede gele en dus rode kaart te geven? Ja, voor wie heeft dat. Kaarten voor keeperstrainer Babels, maar belangrijker voor NAC. De meest creatieve geest op het veld voor Sana Fernandes. Iets wat zo erg is, is dat jij daar nog moet blijven hangen. Nog even door moet geven om alsnog van rood van het veld af te sturen. Ja, aan het begin van de tweede helft, daar zal je de ploeg hebben. De berg heen. Verdonk.
Donk. Nuitink. Dan nakt de bal nu aan NEC. Een kleine 20 meter van de goal. Janosek. Ja, die gaat erin. Schitterende. Hij stuurt hem schitterend in die lange hoek. Kostors. Maar daar staan goede koppers met Gruimel, met Congolo, met Van den Berg. Anderhalve minuut nog en dan nog 5 minimaal. En weer een paar seconden lucht voor de thuisploeg. Dicht bij de derde overwinning dit seizoen.